vroeger bij mij in de straat kwam er altijd een Volkswagen busje met een straatorgel achterop. Of altijd, ook af en toe. En dat vond ik altijd wel leuk. Ik ben niet helemaal knettergek van orgelmuziek, maar wel geïntrigeerd door de techniek. In het orgelboek zitten die gaatjes. Hoge tonen staan daar, de bassen die staan hier en alles ertussenin. Dit boek is te kort, er zit maar één couplet van het liedje op. En ik wil het graag wat langer hebben, dat het een beetje een dikker boek wordt. Ik ga het boek verlengen met een strook papier in het midden. En dan ga ik nou eerst het boek doorsnijden, want de muziek moet mooi doorlopen. Zoals je ziet, staan er in het boek allemaal verticale strepen. Die zijn heel erg belangrijk voor het ritme en de tempo. En het ritme en tempo moet gewoon doorgaan in het nieuwe stuk. 26, 4. Deze streepjes die ik nou zet, dat zijn de maatstrepen. Dus als je de maat meeslaat op de muziek, is dat iedere keer komt dat op zo'n streep te staan. Dus om het ritme vast te houden. Nu staat de muziek ook het tellen. In de maat. 1, 2, 3, 4. Je ziet dat de gaatjes steeds precies op de goede plek beginnen. Het eind is niet zo belangrijk. Maar de ta, 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 dat moet altijd keurig op tijd zijn. Als ik klaar ben met het uittekenen van waar de noten moeten komen, dan pak ik mijn ponsmachientje. Met deze ponsmachine kan ik met een voetpedaal een stift op en neer laten gaan. Hier staat alle noten die ik kan spelen met het orgel op een rijtje. Omdat straks de strook papier hier tegen de aanslag aangeduwd wordt, dat kan je straks zien, kan ik deze in de stand zetten dat ik op dat moment alleen maar de noot vies kan prikken. Door het raamwerk te verplaatsen en in een andere stand te zetten, kan ik een andere noot maken. Ik heb nu de A's geprikt. Ik zet hem nu in een andere stand. De noot C komt nu aan de beurt. De A, de C, nu komt de D aan de beurt. Als ik klaar ben, dan ziet het boek er net zo uit als dit in principe. Ik plak de twee stroken aan elkaar. En het randje wat ik nog niet heb kunnen prikken, dat teken ik achteraf in en dat prik ik achteraf, zodat de muziek mooi doorloopt. En dan heb ik mijn boek verlengd met een extra couplet. Toen ik in Utrecht ging studeren was daar het Museum van Speeldorst op Pierrement. Dat heet op het ogenblik het Museum Speelklok met een hele grote verzameling mechanische instrumenten. Daar ben ik een paar keer geweest. Vond ik ook altijd leuk hoe mensen lang geleden al dit soort mechanische instrumenten konden maken. Hier in Zwolle leerde ik op een gegeven moment iemand kennen die had zelf een draaiorgel gemaakt. En ik denk van, oh, als het zelf kan, dan wil ik dat ook wel eens proberen. En dat is dit product geworden. Ik ben ongeveer anderhalf jaar bezig geweest met bouwen. Ik heb er een paar handboeken bij gebruikt om een aantal standaardmaten uit te halen. En die maten die heb ik zelf wat veranderd en aangepast aan hoe ik het wilde hebben en wat mij mooi leek. Dit is dan het orgel met een zicht op alle orgelpijpen, of op de meeste orgelpijpen. De allergrootste baspijpen zitten opgevouwen onder het orgel. Hier twee en hier nog drie. In totaal heeft dit orgel 38 tonen, dus 38 verschillende pijpen die één voor één aangeblazen kunnen worden.
Een orgelpijp is eigenlijk gewoon een fluit. Bij een kerkorgel wordt die met een toets bediend en bij een draaiorgel zit er een bedieningsmechanisme van binnen. De fluiten, de pijpen van de orgel, die bestaan vrij simpel uit 4 plankjes. Er zit een stop op, waardoor de pijp gestemd kan worden. Hier zie je een pijp die nog niet klaar is. De stop is niet verstelbaar. Je ziet hier de pijp waar de lucht naar binnen kan. Die komt hier in een kamertje. En eigenlijk is de hele houten voorkant van de orgelpijp glad afgeschuurd. Maar omdat hier een dun laagje karton zit geplakt, als ik hier een dekseltje op maak, krijg je ter dikte van het karton een luchtspleet. Als ik de fluit in elkaar zet, en ik moet hem wel proberen goed winddicht te houden, dan geeft hij al een toon. Hier zien we het inwendige van het orgel. En de kern van een orgel is eigenlijk de blaasballer. Die zorgt dat er lucht geblazen wordt en naar de fluiten gaat. Er zitten in totaal 4 blaasbalgen in. Schepbalgen heten die. Hier zie je een balg die nou pompt en dan gaat de bovenste pompen. Dan zie je er al 2. En iets verder naar voren in de orgel zitten nog 2 blaasbalgen. En met z'n vieren gaan ze precies om en om. Vullen ze elkaar mooi aan. De schepbalgen, dat zijn de motor. Die pompen lucht naar de magazijnbalg. En daar zit een veer op. Dat is een voorraadje lucht die steeds onder druk zit. Als ik ophoud met pompen, zal die heel langzaam, tamelijk langzaam leeglopen. Het orgel wordt aangedreven met een slinger, zeg maar. En vanuit de slinger gaan er 2 pompstokken naar de blaasbalgen toe. Deze pompstok die gaat naar beneden naar de voorste 2 blaasbalgen, die zijn vrij smal. En hier zit een pompstok die gaat naar beneden naar de 2 blaasbalgen die aan de achterkant van het orgel zitten. Hier zie je de pompstokken bewegen die naar de blaasbalgen gaan. Van de magazijnbalg wordt de lucht door 2 stofzuigerslangen getransporteerd naar de windlades. En in de windlades zit het mechaniek wat de pijpen kan aansturen, de ventielen. De windlades zijn een soort platte sigarenkisten die uit verschillende lagen bestaan, waar de lucht gestuurd kan worden naar de pijp, naar de fluit. Achter deze laag zit de lucht onder druk die uit de slang komt vanuit de magazijnballer. En hierachter zitten ventielen. Die zorgen ervoor dat de lucht door deze plank in het kanaaltje kan komen die naar voren gaat, naar de kanaaltje, naar de fluit toe. Dit is een opengewerkte tekening van de windlade. Aan de voorkant staan de pijpen erop. Aan de zijkant, deze tekening aan de achterkant, komt de lucht van de blaasbalgen erin. Hier zit de membraan met een ventiel en het sluit dit kanaal af. Als hier de druk wegvalt, omdat er een gaatje van het papier langskomt, gaat het ventiel omhoog. En dan kan je de situatie op de volgende tekening zien. Als het ventiel omhoog is, dan kan de lucht hier onderdoor, door het kanaaltje, naar de pijp toe. De pijpen die staan op de windlade, aan het eind van het kanaaltje, en die kunnen er zo uitgehaald worden. Dit is de voorkant van de windlade. In deze laag zitten de kanaaltjes die van achter naar voren gaan.
En zo'n kanaaltje loopt hier en die gaat dan over in dit buisje naar de fluit toe. In de windlader zit voor iedere pijp een ventiel. In de windlader samen dus 38 ventielen. Bovenop ieder ventiel zit een slangetje. Als door dat slangetje een klein beetje lucht kan ontsnappen, gaat het ventiel open en gaat er een flinke luchtstroom naar de pijp. De slangetjes die gaan naar boven naar het aftastblok, waar het uiteinde dichtgehouden wordt door het papier wat over het aftastblok gaat. Het ooghoekboek houdt alle gaatjes dicht, behalve als er een gaatje uit het boek langs een van de gaatjes van het aftastblok gaat. En het boek wordt door deze rubberrol door het oogel getrokken, zeg maar. En de rubberrol die gaat weer meedraaien als ik draai aan de slinger. Dan ga ik er nou een boek in leggen. Dit boek staat muziek van Wim Sonneveld, daar komt de orgelman. Het boek moet over de rol heen liggen, anders wordt het er niet doorheen getrokken. En het begint zonder gaatjes. Deze aandrukstrip zorgt ervoor dat het boek goed op de gaatjes gedrukt wordt, dat de gaatjes luchtdicht afsluiten. Als ik nou ga draaien, dan wordt het boek er doorheen getrokken en tegelijkertijd beginnen de balgen lucht te pompen. Nadat ik het orgel technisch goed heb afgebouwd, is het mooi beschilderd. En zoals dat bij piano's en orgels hoort, staat er ook op wie het gebouwd heeft. Gebouwd door Steef en gedecoreerd door Tovik. Voor het transport van de dingen die ik nodig heb, heb ik een transportkistje. Daar zitten mijn orgelboeken in en eventueel kleine gereedschapjes die ik nodig heb. Een mansbakje, de orgelmannenaap. Vroeger had de orgelman een aapje die ze geleerd hadden om te mansen. Ja? Thank you.
Hallo. Het Concertgebouw bestaat 125 jaar en heeft een wereldberoemde akoestiek. Nou wordt er beweerd dat die akoestiek zo goed is dat alles, maar dan ook werkelijk alles, hier mooier klinkt. Vandaag gaan we testen hoe goed die akoestiek nou eigenlijk echt is. Thank you.